allemaal ontzettend bedankt voor de reacties en meedenken. Het was een beetje half om half volgens mij. Sommigen die zeggen dan, koop een telefoon. En anderen zeggen weer, koop een duurdere drone. Maar een duurdere drone, dat zit er voorlopig niet in. En dat vind ik ook zonde van het geld, want je moet eerst ook nog even met zo'n ding kunnen omgaan. Hè? En zo vaak ga je hem toch niet gebruiken. Dus af en toe eens een keer om iets te laten zien van bovenaf. De telefoon, zat ik later te denken, dat is eigenlijk niet ideaal om dat van YouTube geld te gaan kopen. Omdat wij een zakelijk abonnement hebben. En als ik een telefoon koop, kan ik hem op een firma kopen. En dan, want je gebruikt hem ook zakelijk erbij. Dus dat gaan we dan doen. Maar nu nog niet. En we hebben hem dus besteld, hè, de Shima X5 CS. En die komt vanmiddag. Dus dat kun je straks even zien. Een doosje. Wat zou hier nou in zitten? Nou, dit is dus unboxing de box. Even lossnijden. En hier is het. Een witte. Of een zwarte. Dat is wel makkelijk, hè? Hebben ze één doos voor beide. Spannend, onze eerste drone. Een drone. Oh, kijk eens. Heel klein ding, hè? Het is een andere doos dan wat je ziet op YouTube. Daar zie je dan ook wel eens dat mensen uit de doos halen. Dit is een andere, dit is een veel lichtere doos. Nou, de afstandsbediening. Niet geheel onbelangrijk. En even kijken hoor, dan ga erin bij staan. Oh kijk, de propelletje zit er al aan. Dat was ook met de andere modellen zo. Dan is de propeller eraan. Alleen dan heb je nog hier. Zie? Dan heb je nog reserve propellers. Dat is wel handig. Een snoertje. De charger. Dat is om op te laden, hè? Ja. En dan heb je de camera. En zoals ik had begrepen, ging dat heel gemakkelijk hierin. Klik. En dan stek het je daarin. En dan zit hier een kaartje, maar dat is heel klein. Dus er moet wel even de bril bij. Er zit een kaartje in, die haal je eruit. 4GB, geheugenkaartje. Ik weet niet hoe dit werkt. Dat moet ik nog even uitvinden, maar ik hoop dat dat kaartje, als je een video hebt gemaakt, dat kaartje in deze laptop past. Ook een witte. Nou, zo zie je de batterij in. Ja. Oeh, dat is allemaal. Dan moet je hele dunne vingers hebben. En die heb ik niet. Ja, kijk, de stekker is eruit. Dit is de batterij. Dan zijn we vanmorgen. Vanmorgen zijn we weer een boodschap geweest doen. En we zijn ook even langs een speelgoedwinkel gegaan waar ze ook drones verkopen, maar niet dit merk. Maar ik denk misschien dat we een los batterijtje kunnen kopen. Hè? Die kostte 14 euro. En niet dat we hem gelijk zouden kopen, maar gewoon eens even de informatie. Maar wat bleek nou? Die drones die zij verkocht, daar staat helemaal geen los batterijtje bij. Dus die zitten vast in. Dus dat is wel een voordeel van deze. Als je denkt, ik vind het leuk en ik wil wel langer vliegen met zo'n ding. Lange video's maken bijvoorbeeld.
dan kop je een paar van deze dingen bij en dan kun je wat langere video's maken. Nou, het is een heel klein ding. Ze zeggen al, als je langer wilt vliegen met deze, dus als je zeg maar je vliegtijd wilt rekken, dan moet je deze dingen er niet op zetten. Deze, op een of andere manier, kijk maar, zo moet hij erop, geloof ik. Zo. Hij beschermt de propeller. Of aan de onderkant, dat kan ook nog. Hij beschermt de propeller. Dus, ik heb nog nooit met zo'n ding gevlogen. Dus ik ga er wel op zetten, deze. Want, het zou zonde zijn als dit straks gebarst gaat. Wat ik heb gezien op internet, op YouTube, kun je heel veel video's vinden. Van dit toestel, specifiek de X5SC, maar ook anderen. Dan kun je dan zien hoe sommigen er echt wild mee omgaan. Hè? Dat ze hem, dan valt hij om ze boven of zo, of je valt van de tafel af of zo. Ja? Zonder deze dingen erop. En toch bleef dit allemaal goed. Dus waarschijnlijk is dat wel goed plastic dit. Nou, maar heel voorzichtig beginnen, denk ik. Eerst eens even de boel in elkaar bouwen. Deze erop zetten. Kijken of er toch nog iets vernuftigs in de gebruiksaanwijzing staat. Maar ik moet weten. Dan heb ik hier ook nog iets. Oh. Eens even kijken. Het kan zijn dat dit. Ja. Ik denk dat het kaartje hierin kan. Dan in de USB-poort. En dit is in de USB, ja. Dan heb ik daar een USB-poort hier. Dus. Ja, dus dit kan daarin. Even kijken hoor. Ik ga het gelijk even testen. En dit vind ik altijd moeilijk, hè. Hoe moet hij erin? Zo of zo? Zo of zo? Ik denk zo. Hij zit erin. Nou, dat gaan we dus in proberen zo. Ja, hartstikke mooi. Dus dan is dat ook weer opgelost, dat raadsel. Ik dacht eerst, hoe moet dat nou? Hè? Nou, verder zit er niks in. Hè? Deze. Nou ja, ik dacht al, dan heb ik er maar drie, maar het zijn er vier. Vier propellerbeschermingen. Nou, dat was het. Wat ik had gezien, is dat er ook nog een heel klein schroevendraadje bij zat. Maar die zie ik niet. Dus dan moet ik eerst even het schroevendraadje ophalen. Die ligt hier achterin. Nou, welke schroefjes moet ik daar even... Kijk, okay, dit is dat, dit is dat, dit. Waar zijn dan de poortjes? Oh, hier. Ik dacht al, er zijn wel eens vaker, er zitten geen poortjes bij. Dat zal ons dan weer overkomen, maar misschien hier een schroefdraadje. Want dit staat eronder. Ik had nog wel gekeken net aan de onderkant, maar dat had ik niet goed gezien. Ik had niet goed gekeken. Het kan best zijn dat meer mensen... Die dus zeiden dat dit er niet bij zat. Dat ze alleen maar hier kijken. Dat ze er niet onder hebben gekeken. En dan gelijk een review plaatsen. Van het zit er niet bij. Nou, ik ga kiezen tussen. Instruction manual. Even kijken. Ik ga kiezen tussen Engels en Duits. Dus geen Nederlandse. Gebruiksaanwijzing. Even kijken. Nee. Geen Nederlandse gebruiksaanwijzing. Nou, wel een mooie tekening trouwens. Hoe dat ding. Dat noemen ze dan een explosietekening. Snap je dat die dus helemaal uit elkaar ligt? Je kunt precies zien wat er allemaal in zit. Welke onderdeeltjes. En alles. Dus dat is wel handig. Dat hebben we ook met de boor- en zaagmachines van ons bedrijf. Hè? Dat als ik wat uit elkaar moet halen, dan heb je echt allemaal... Kun je precies zien wat is. Nou, we gaan de poortjes er even anders zetten.
niet te strak. Kijk, deze. Achter de propeller zitten drie gaatjes. Hier zo. Zie je dat? In twee gaatjes gaan die pinnetjes. Zo. En in het derde gaatje gaat, zeg maar, als je dit kijkt, gaat dat kleine pinnetje waar dat is, deze, waar dat schroefje in zit. En dan even kijken, even iets draaien. Ik doe dit niet met een accuboormachine of zo, maar gewoon lichtjes draaien totdat je weerstand voelt. Sterk gezet, zo. Zie je dat? Hij gaat hier mooi langs in, raakt niks. Het gekke is, hier gaat het dichter langs in, zie je dat, dan hier. Nou, in eerste instantie laten we deze er gewoon zo op. En als ik het wat meer onder de knie heb, het vliegen met dat ding, kan ik ze er altijd nog afhalen. Want uiteindelijk moet je natuurlijk gewoon zo'n ding goed laten landen. Wat ik vaak zie, dat is dat als mensen dan een gecrashed zijn met de drone, dat het stuk gaat, dan is dat meestal dat ze heel dicht bij bomen en zo zitten. Dat gaan wij dus niet doen. Zorg dat we ruimte hebben. Hij valt kleiner uit dan ik had gedacht trouwens. Dus ik denk dat we onze eerste proefvlucht hier maar eventjes in de kamer doen. Maar dat wordt een andere video. Anders wordt die video te lang natuurlijk. Hè? En zo. Nou, hier zitten ook wel schroefjes bij. Dit waren flexibele poortjes zoals ik had begrepen. Nou, dit was dus het uitpakken. He, in het Engels zeg je dan mooi unboxing. Maar wij zeggen dan vandaag maar eventjes het uitpakken van de drone.